Dit is Lucia van der Brink en dit is haar boek Niemand Zoals Hij, wat zij geschreven heeft. En Lucia van der Brink zit hier. Ik ben een beetje geïmponeerd, want ze schijnt heel erg goed in karate te zijn. Dus ik zal een beetje op mijn woorden passen. Want je weet maar nooit wat er gebeurt. Maar alle gekken door een stokje. Karate speelt ook een grote rol in het boek, hè? Ja, dat klopt. Een van de hoofdpersonages, de opa Pieter van 70, die doet aan karate. En dat doet hij al een hele lange tijd. Uiteindelijk vertrekt hij zelfs naar Japan, omdat hij graag nog karate wil trainen. Bij zijn vriend Yamada. En dat gaat hij doen. Ja, maar waar komt hij? Jij doet de karate en dat staat ook in het boek. Maar je hebt dus eigenlijk jezelf, ben je ook in Japan geweest om te trainen? Ja, alleen heb ik daar geen karate getraind, maar een andere vechtsport. Maar op zich wel kennis gemaakt met hoe ze daar trainen en hoe het daar is. Want dat is toch wel heel anders dan in Nederland. Ja, want het groot gedeelte van je boek gaat ook over hoe het in Japan ook is, hè? Hoe ja, anders het is. Ja. En ja, ik heb geprobeerd zowel de goede als ook minder goede kanten te laten zien. Want het is natuurlijk een heel fascinerend land. Exotisch, heel anders dan wij, maar wel rijk en enigszins westers. Maar toch, ja... 180 graden anders. Ja, Japan kun je nooit begrijpen, hebben ze mij verteld. Maar wat is dan... Wat is een negatief ding wat je in het boek beschrijft dan? Ik denk dat ze... Omdat er weinig buitenlanders zijn, zoals zij noemen... is er best wel veel discriminatie. En dat ervaarde ik zelf ook. En dat wilde ik ook bijvoorbeeld meenemen in dit boek. Dat als ik daar in de trein zat... Dat bijvoorbeeld mensen gewoon opstonden en wegliepen. En dat soort dingen heb ik ook gebruikt in het boek. Want als blanke persoon in Nederland maak je dat niet mee. Maar ja, dat is wel eens goed om dat ook te ervaren hoe dat is natuurlijk. En ik wilde wel eerlijk zijn in mijn boek over Japan. Hoe lang heb je in Japan gezeten? 2 keer 1,5 maand. De eerste keer was ik 17. En toen zat ik wat meer op het platteland. En de tweede keer was ik denk 20. En toen studeerde ik daar ook Japans aan een soort van zomerschool. En dan had ik de helft van de dag les en de andere helft was vrije tijd. Ja, dus je bent bijna een soort Japandeskundige. Er staat wel veel van Japan in dit boek ook, hè? Ja, klopt. Ja, dus ik heb een bachelor Japanologie ook gedaan aan de Universiteit Leiden. Dus ik heb me vrij veel verdiept in Japan. En daardoor wilde ik het land ook... zo goed mogelijk neerzetten natuurlijk. En ook de lezer meenemen naar dat land toe. En ook naar de mooie dingen, de mooie gebruiken. Hoe de cultuur is. Dus dat heb ik zeker ook geprobeerd. Ja, maar hoe ben je op het idee gekomen om deze roman te schrijven? Door die reis naar Japan? Of wat was de aanleiding? Of hoe ben je erop gekomen? Eigenlijk toen mijn eigen opa overleed. Toen dacht ik van, oh, nu heb ik geen grootouders meer. En... de laatste opa die overleed, die heb ik eigenlijk nooit zo goed gekend. En dit boek was voor mij als schrijver eigenlijk ook een zoektocht naar wie mijn opa had kunnen zijn. En of je iemand nog kan leren kennen zonder diegene te ontmoeten. Dus ja, op die manier ben ik toen gaan schrijven. Je schrijft eigenlijk, groot deel van het boek bestaat uit brieven van opa. Klopt. Dus je hebt je in die opa moeten verplaatsen eigenlijk. Ja. En dat was wel... heel leuk om te doen en ook bijzonder omdat het is heel anders om natuurlijk in het hoofd van iemand die 70 is te zitten. Daar tegenover staat ook in dit boek een personage en dat is 25. Nou, dat is nogal een verschil. Ja. Hij stuurt die brief aan zijn kleindochter, maar wat ik dan heel naïef denk, het zal een beetje op je eigen leven gebaseerd zijn. Met die brieven niet. Nee. Maar dat was wel een hele goede manier, denk ik, om... om het karakter neer te zetten en om zijn reis te volgen. Nee, ik bedoel, het vrouwelijk personage, de Renske. Renke, ja. Is dat enigszins autobiografisch? Nee. Ik vond het best wel lastig om haar te schrijven, omdat ze toch wel een ander persoon is dan ik. Maar wel een persoon waarvan ik denk dat mensen zich daarin kunnen herkennen van mijn generatie. Dus veel bezig met online. Ja, daardoor soms het echte leven vergeten. Iemand die heel druk is met online, hè? Ja, inderdaad. Maar ja, hoe belangrijk is dat nou uiteindelijk als je echt iets meemaakt? Als er echt iets groots gebeurt in je leven, doet dat er dan nog toe? Ja, dat is eigenlijk waar dit boek om draait, hè? Zeker, ja. Ja, want een ander aspect van het boek is dat opa blijkt een ernstige ziekte te hebben, ALS. Ja.
Wat die afschorting betekent, weet ik niet precies. Jij wel, trouwens. Dat hoeft nog niet te doen. Nee. Maar het is een vrij dodelijke spierziekte, ja, waarvan ik alleen weet dat de voetballer die in Schotland speelde, met ik zijn naam even, Fernando Rix, is aan overleden. Dat is een ziekte wat vrij snel weer gebeurd is. Hmm. Hoe heb je je daarin verdiept? Sowieso. Had je opa dat? Ja, mijn andere opa had dat, maar die kende ik dan wel enigszins. Alleen die overleed toen ik ook vrij jong was. En ik ben me daar wel in gaan verdiepen. Er zijn vrij weinig mensen die ALS hebben. En dat maakt het ook zo lastig. Gelukkig om, wel, ja. Gelukkig, ja. Maar dat maakt het ook lastig om met een medicijn te komen. Want dat is natuurlijk niet winstgevend en zo. En daardoor is het heel mooi dat er allemaal alternatieven zijn. En ik heb me erin verdiept door heel veel te lezen. Fictie. Maar ik heb ook contact gehad met Garnt van Soest. Die heeft ook een boek geschreven over ALS. En die blogde ook over ja, hoe het voor hem was. Want die had dat. Ja. Die heeft gewoon een patiënt contact mee gehad. Ja, en hij schreef dus, nou ja, dus een blog en dat heeft hij ook omgezet naar een boek. En ja, dat heeft hij echt fantastisch gedaan. En het mooie vond ik dat je hem zo goed kon leren kennen door hoe hij schreef. Ook al kon Garnt bijvoorbeeld steeds minder bewegen. In zijn woorden was hij nog steeds zo erg zichzelf. Ja, dat vond ik heel... inspirerend. En hij leest waarschijnlijk niet meer. Nee, klopt. Ja. Nou, dit is jouw eerste boek, geloof ik, hè? Ja, dit is mijn debuutroman. Ja. Debuutroman. Ben je zenuwachtig over de reacties? Nou, tot nu toe zijn ze allemaal heel positief. Dat kan ik wel zeggen. En dat is wel heel bijzonder om ook mee te maken. Dat andere mensen dan iets met je boek gaan doen. Dat ze het gaan lezen. Dat ze het leuk vinden. Dat ze er een recensie over schrijven. Dat ze een foto op Instagram plaatsen met sokken ernaast. Nou ja. Wat mensen er allemaal mee doen. Dat vind ik vooral heel positief. En voor de rest ja, moet ik het nog een beetje gaan zien. Ja, je zit zelf eigenlijk ook, waar je in het boek over had, in die online wereld natuurlijk. Je bent data-analyst bij een mediabedrijf, zullen we maar zeggen. Ja. Je zit de hele tijd in online dingen, waarschijnlijk ook in sociale media. En dan kom je met zoiets, zo'n ouderwetse vorm als een roman. Ja, nee, why? Ja, dat... Is gaan mij deze dag ook weer denken te parafraseren? Nee, dat is een hele grote tegenstelling inderdaad. Want in mijn dagelijks leven ben ik dus best wel veel bezig met data en cijfertjes. En, maar ja, uiteindelijk, wat zeggen die dingen nou echt? En dat onderzoek ik ook wel in dit boek. Ja. Ja. Want wat is voor jou het leuke van een roman schrijven? Want het is natuurlijk toch... Het is een waanzinnige klus om al die vagina's vol te tikken. Het is nog een verre doorzettingsvermogen. Ja, dat is best een pittig proces. En mensen onderschatten dat vaak. Ik heb heel veel mensen die het onderschatten. Ja, ik heb hier 3 jaar aan gewerkt. En de eerste 2 jaar wist ik ook nog niet dat het uitgegeven zou worden. Toen dacht ik, ja, ik schrijf het en ik hoop dat het op een dag natuurlijk iets wordt. Maar je weet dat helemaal niet. En dan moet je eigenlijk continu jezelf motiveren. Want er is niemand anders die dat voor jou doet. En toen ik uiteindelijk... Maar wat was mijn motivatie die je de hele tijd kreeg? Ja, ik probeerde dat wel zoveel mogelijk in mezelf te zoeken. Dus voor mij... Maar weet je waarom je dit wilde, een boek schrijven? Ja, dat wilde ik... Waarom die wortelgang aanging? Dat wilde ik altijd al wel. En stiekem heb ik ook al wel eerder boeken geschreven die nooit zijn uitgegeven. En daar heb ik in ieder geval veel van geleerd. Het was altijd al zo'n drang dat ik dat graag wilde doen, dat ik graag verhalen wilde opschrijven en ook door middel daarvan een bepaalde waarheid kunnen neerzetten op papier over hoe het leven is. In ieder geval voor mezelf, maar misschien ook voor andere mensen. Maar je wil toch de boodschappen die je een paar keer al geformuleerd hebt, wil je doorgeven? Wat stelt het allemaal eigenlijk allemaal voor? Ja, bijvoorbeeld, dat is een van de dingen die je eruit kan halen en die veel... ik krijg nu best wel wat reacties en veel mensen van mijn leeftijd halen dat er wel uit. Ja. Ik kreeg ook een reactie en zij zei, ja, ik ben nu echt wel wat meer gaan nadenken over hoeveel moet ik eigenlijk op social media zitten en met die e-mails bezig zijn en hoeveel moet ik dat vooral ook niet doen. En dat vind ik heel mooi. Ja. En waarom is wel nadruk op karate? Een sport van discipline en volgzaamheid, geloof ik ook. En ook doorzetten. Karate, eigenlijk net als een roman, je moet doorzetten als je wil iets bereiken. Ja, dus dat doe ik al bijna 15 jaar. Echt gewoon een heel flink deel uit mijn leven en ook op hoog niveau gedaan. Dus op NK's, EK's, WK's.
En daarvoor moet je echt ja, wel 5 keer in de week trainen. En dat betekent tegen een heleboel dingen nee zeggen. Maar wel kiezen voor één ding en daar heel goed in worden. En dat is met schrijven eigenlijk ook wel zo. Dat je daar heel veel tijd in moet insteken. Maar als je dat doet, dus je uiteindelijk wel steeds beter in wordt. En dat je ook een beloning krijgt. Of niet? Ja, dat is natuurlijk altijd de vraag of die beloning er komt. Je moet het denk ik vooral doen omdat je het zelf graag wil. Want het is gewoon een lange termijn spel wat je ook voornamelijk voor jezelf speelt. Ja. En je weet gewoon niet of er ooit een succes komt of echt een prijs of wat dan. Maar ja, nou, je zou ook kunnen zeggen, wat maakt dat eigenlijk allemaal uit? Nou, ja, 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 ja. Maar ben je tevreden over het eindresultaat? Ja, ik ben er heel blij mee. Ook ja, de omslag is natuurlijk in samenwerking met de uitgeverij gemaakt. Nou, dat ziet er ja, hartstikke fantastisch uit. Ah, ja, daar staan kraanvogels op. Laten we even zien. Ja, erbij halen. Ja, daar staan kraanvogels op. Ja. En die spelen ook een rol in het boek. Dat gaan we verder niet verklappen. Wie dat wil weten, die moet het boek maar lezen. Tot zover dit interview. Dankjewel, Lucia van den Brink. En beste kijkers, het is maar dat u dit weet.